Hallo allemaal, ik ben Juwinjo en welkom terug bij de Vuelta. Vandaag een zeer belangrijke etappe, de negende etappe en de laatste etappe voor de eerste rustdag. En het is een echte berg etappe met een echte aankomst boven. We starten in Talavera de la Reina en we eindigen op La Covatia. Een rit van 196 kilometer met onderweg en kool van eerste en tweede categorie. Dan wel een redelijk vlak, of ja, niet echt vlak, maar hoevlakte stuk richting de voet van de slotklim La Covatia. En daar gaan we moeten proberen aanklampen met zowel Enric Mas als Lorenz de Plus. Of dat zal lukken, dat zie je in de etappe. Nog iets meer dan 30 kilometer te gaan en we zijn op weg naar de voet van de slotbeklimming La Covatia. Momenteel heet er nog een koproep vooruit van 25 renners, dat is een heel groot peloton eigenlijk. Met Gastouwer, Zaits, Prades, Maika, Moreno, Brambilla, Thomas de Gent, de best geplaatste trouwens op 5 minuten 45. Dan hebben we Padilla, Rosetto, Sivakov, Mendes, Meentjes, Vrije, Anton, Gerrard, Gujar Gibre, Zap hier. Lindeman, Hirada had ik waarschijnlijk al gezegd, Roland. Cherelle, Dupont, Duchesne, Machado en Koshetkov. Oorspronkelijk waren er dus 39, maar er zijn er al een aantal gelost op de eerste twee beklemmingen, Net zoals Lars Boom hier nu plotseling tussen weet. Waarschijnlijk is hij ook gelost geweest uit die koproep. Dus uh, nu is het vooral voor ons focussen op Enric Mas en Lorenz Plus natuurlijk. Om ze zo goed mogelijk aan de voet van de beklemming te krijgen. Vindt u deze serie trouwens leuk? Aard zeker niet om een like te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop. En vergeet zeker het belletje niet, want dan krijg je een melding als er een nieuwe video online komt. We gaan kijken. Mas heeft een iets slechter dagvorm dan Lorenz de Plus. En we zetten benen aan de voet. Nog een klein stukje hierbij hop. En uh, dan nog een stukje vlak en dan gaan we beginnen. Eerst lichtjes aan met de uh, kleine stroken bij Hop, maar dan gaat het heel stevig bij op. Met zelf een klein stukje zwart ertussen. Dus uh, echt makkelijk wordt het niet. We gaan kijken of we een tuintje kunnen maken. En uh, ik denk dat we dat het best gaan doen. En uh, ik ga Mas in het wiel van de plus zetten, zoals altijd. De plus in het wiel van Celie. En voorlopig ga ik er serie ook nog in het wiel zetten van eens. Want uh, dat begin is op zich niet zo heel lastig. Dus Deveneys mag zorgen dat we vooraan blijven. En voorlopig gaat dat, want het is Mitchelton Scott die het tempo aanvoert. En uh, voor de zege gaat het waarschijnlijk moeilijk worden. Zitten 3 minuten achter en het zijn toch wel redelijk goede renners die vooraan zitten met Meentjes en Maika. Dus uh, ja, maar het tempo ligt hier wel hoog met uh, die rennen van Trek hier, Wie, is dat ook Matthias Brenle. We gaan kijken, nog 3 minuten en Zap uh, hier is al gelost, Kosjetkov, Prades, ook Gujar moet lossen. Dus ja, yeah. tempo ligt hier hoog en daar gaat Maika een aanval met Machado en Thomas Zegend. Dus uh, ja, ze voelen dat we aankomen met het peloton, maar ja, want de voorsprong zakt toch al onder de 3 minuten. Dus misschien is het toch nog mogelijk om die zege te pakken, of de redzee. Voor het peloton dan toch, want ik denk niet dat ik persoonlijk met de massa of de plus die redzee ga kunnen pakken. Want uh, daarvoor uh, zijn er beter klemmers in dit peloton natuurlijk. We hopen natuurlijk wel om uh, toch wel iets beter te staan in het klassement, want als we nu kijken. Daarvoor moeten we naar boven gaan. Staan we nu 17e en 18e. En ja, we willen toch ja, richting die top 10. Met uh, 1 van de 2. En ja, in principe zou dat eindelijk mas moeten zijn. Die heeft 77 klemmen. De plus heeft maar 73. Dus. En uh, ja, nu is het over voor Deveneens, Want het uh, tempo gaat hier de lucht in. En ja, Deveneins is nu niet de beste klimmer. En uh, ja, maar aan de kant. Dan is het aan Pieter. Zetten we binnen aan de stelen stroken. Ik denk het wel. Nog niet helemaal. Dus uh, we gaan gewoon op 80 blijven voorlopig. Want uh, ja. We willen toch dat hij die stelen stroken gaat halen. Ondertussen zien we dat de hele balk van de plus en mas ongeveer gelijk blijven. Dus uh, dat is goed nieuws. Toch uh, voor degene die het langs in het wiel kan blijven zetten. Even kijken hoe het hier in het peloton zit. Nog 63 renners, dus Garcia Cortina moet lossen. Devener is natuurlijk Prades komt uit de kop. een Restrepo, Markov heeft het ook moeilijk. Dus uh, ja, gaan kijken. Ja, het mag wel wat vertragen. Want uh, het is niet dat we nu de beste klemmers hebben. Wie had er daar in de aanval? Daniel Martin, Jack Heik, Gorka Izagiri. Dus allemaal van de subtoppers. Ja, behalve Daniel Martin dan, dat is natuurlijk wel een topper. Misschien niet in het grote ronde maar hij kan zeker klimmen en uh, voor etappes gaan. Ondertussen zien we de rode trui nog altijd niet. Ja, hij zit hier naast ons, dus uh, dat betekent dat we nog niet al te veel moeten doen. En, uh, ja, het tempo van Seri is goed voorlopig, hij blijft vooraan zitten. Maar die hele balken van de plus en mas zijn wel heel laag. Dus uh, echt uh, hoog gaan we niet kunnen mekken, denk ik. En ja, nu gaan we zijn wijk moeten laten afronden. En de plus mag nu komen. En ik ga gewoon met allebei nu eigen tempo rijden. En het is nog 6 kilometer, dus 70 zal meer dan genoeg zijn. En ja, zoals je gaat kunnen zien, gaan we toch wel redelijk veel tijd weer verliezen. Dat kan niet anders als we nu al moeten terugschakelen naar 70. En als je al de rest al ziet wegrijden. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar. Mas haalt toch wel duidelijk zijn niveau niet. Van de plus is het op zich wel logisch dat hij niet kan bijbenen. Want hij heeft natuurlijk maar 73 klemmen. Maar Mas heeft toch 77 en je zou toch verwachten dat hij meer kan doen dan dit. Want uh, ja, misschien is het zijn uithouding 69, maar weerstand ook maar 72. Niet echt de superstad. Ja, en de plus had nog veel moeten vertragen, want zijn hele balken is zelf al bijna helemaal leeg. Ook Mas mag naar 65. En we gaan kijken of het nog iets kan opleveren. Maar ik denk het niet. De plus. Blijft hier nu al. Tempo reden, maar is toch al redelijk dood. Surrie blijft erbij. Dus ja, Massal zal waarschijnlijk wel over de plus springen in het klassement. En uh, ja, de benoten er thuis al ook wel voor zetten Waarschijnlijk. Even kijken. Inderdaad, die doet gewoon nog mee met de favorieten. Zet er in de prestatie van Tisch benot. We halen hier wel nog een paar renners in met Roach, Isagiri en Dennis. Maar ja, uh, we gaan wel zo nog gebruiken. Ook de plus mag dat doen. De plus mag weer versnellen naar 65 ook. En uh, we gaan kijken of Mazda hier nog kan halen. Thomas de Gent right hier. Ondertussen zijn de leiders, of ja, de winnaar aan de finish. Het is Richie Porte die het haalt voor Daniel Martin en Valverde. En ondertussen zitten wij in de laatste kilometer. En Mas Mas gaat hier nog moeten sprinten een beetje toch. Hij zet samen met Brambilla, Izaguirre, Dennis en Rocha op zich. Geen slechte renners, maar we moeten natuurlijk beter doen. En de plus gaat hier ook aankomen. En die doet dat samen met Emmanuel Boegman, ook een redelijk goede klimmer natuurlijk. Richie Porte wint dus, hij haalde het met 17 seconden voorsprong op een groepje met Daniel Martin, Alejandro Valverde en Thibaut Pinot. Nog verder volgden Nibali, Simon H. en Tijs Benoot, die zijn witte twee natuurlijk verstevigde, en op 55 seconden volgden Roland, Kelderman en Woods. In het klassement betekent dat dat Valverde nog aan de leiding gaat, staat nu zelf 48 seconden voor op Daniel Martin, Nibali volgt 1 seconde verder op een derde plaats, en red winnaar van vandaag, Richie Pot, klimt in het klassement en staat nu, staat nu vierde op 1 minuut en 1 seconde. Wij zijn uiteindelijk 24ste geworden op een kleine 3 minuten met Enrik Mas. En uh, Lorenz Plus volgt zelf op een 37ste plaats op 4 minuten 24. In het klassement betekent dat dat Enrik Mas nu op een 16e plaats staat. Die is dus twee plaatjes gestegen in het klassement. Lorenz de Plus zakt wel een beetje weg en staat nu 19e op 7 minuten 45. In het klassement betekent dat dat Mas op 4 minuten van benoot staat, dus het wordt redelijk onmogelijk om dat te winnen. Ook Miguel Angel Lopez is dichter gekomen, dus die zal ons waarschijnlijk ook wel nog voorbij gaan. Voor vandaag was dit dus de etappe. Morgen geen etappe, want dan is er rustig. Dus dinsdag komen we terug met een nieuwe etappe. En ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende. Daag!